slapen. Het heeft al de nodige aandacht gekregen. Dat is ook de bedoeling, want het wordt een publiekstrekker. Overmorgen gaat hij open. De tentoonstelling De Late Rembrandt in het Rijksmuseum in Amsterdam. 40 schilderijen uit de laatste jaren van Rembrandt van Rijn zijn daar te zien. Topstukken uit collecties in de hele wereld. En dan ook nog eens 50 werken op papier. Verslaggever Gijsbert van der Wal die mocht alvast kijken naar de tentoonstelling en sprak al daar met de samenstellers. Natuurlijk is het Rijksmuseum de mooiste plek waar je deze werken kan zien. Zegt Taco Dibbits, de directeur collecties van het museum. Maar ze zijn zo sterk dat eigenlijk als je ze zou tegenkomen in een garage, dan zou je ook zien dat dit is gewoon absolute top. Je kijkt ernaar en je wordt meteen opgezogen in het doek. Dus je wordt tot de illusie van het leven is echte, die werkt totaal. En is dat in het later werk dan meer dan in het vroege? Ja, de problematiek van zijn schilderen verandert niet. Hij heeft nog steeds dezelfde obsessies waar hij aan werkt. Maar de wijze waarop hij ze voorstelt verandert wel. En hij komt er eigenlijk achter dat hij veel efficiënter kan zijn. Dus een vroege werk. Hij werd ook wel de uitvinder van de fijnschilderkunst genoemd. Dus heel gedetailleerd geeft hij elk klein streepje weer. In zijn later werk weet hij dat je hoeft maar heel weinig aan te geven en wij als toeschouwer zien het. En dat is ja, efficiënt. Maar ook de meester van het weglaten eigenlijk. Ja, dat is dus grappig dat uitvinden van de fijnschilderkunst later de meester van het weglaten wordt. Ja, dat is lijkt een tegenstelling, maar het gaat altijd erom hoe kan ik zo levensecht iets schilderen. En dat de oude Rembrandt die levensechtheid met andere middelen bereikte dan de jonge, is dus nu te zien op de tentoonstelling De Late Rembrandt. Waar de beste schilderijen, tekeningen en etsen uit de laatste 20 jaar van zijn leven bijeengebracht zijn. Ja, begin van de jaren 50, dus 51, 52, begint hij losser te schilderen, bredere toetsen. Dit is Gregor Weber, hoofdbeeldende kunst van het Rijksmuseum en mede samensteller van de tentoonstelling. Dus als je dichterbij komt bij een laat Rembrandtwerk, dan zie je een verfgebruik die, dat kun je niet voorstellen, dat dit in de 17e eeuw is gebeurd. En dit is het ene, dus we zien dat zijn techniek altijd vrijer, altijd losser wordt. Dat hij doorgaat met experimenteren met niet alleen maar de kleur, maar ook bij de etskunst, bijvoorbeeld met de droge naald. Dus dat wordt allemaal veel dieper zwart, dat wordt fluweliger. Hij begint dus niet alleen maar één ets te maken, maar van dezelfde ets maak je dan 5, 6, 7 staten. Hij gaat maar door met experimenteren. En het experimenteren is dus iets wat je misschien pas durft als je al een hele leven als kunstenaar achter de rug hebt. Ik denk dat is echt waar. Dus als je iets los wilt schilderen, dan moet je het ook fijn kunnen. Ja, anders wordt het ja iets. Je moet eerst weten hoe het moet en dan kun je dat loslaten. Ja, absoluut. Dat is echt een waarheid die zou iedere kunstenaar zeggen. En Rembrandt deed precies dat. Dit is het ene, dus het is meer in formeel aspect van de late Rembrandt. Maar wat ook gebeurd is, dat de Sturm- und Drang-tijd in het begin, waar hij alles in beweging zette op een stuk, met veel actie en passie en movement. Grote gebaren en grote gebaren, gezichtsuitdrukkingen. Precies, ja. Alles dit kenmerkt dus theater. Echt toneel. Maar in het later oeuvre, daar beseft hij dat dit eigenlijk niet gepast is voor schilderkunst. Want schilderkunst is toch iets wat stil altijd blijft op het schilderij. Dus een vallend mes bijvoorbeeld, wat hij deed in het vroege oeuvre, dat valt nu sinds 350 jaar, maar is nog nooit. Dat is eigenlijk nooit op de grond terechtgekomen. Op de grond terechtgekomen, nee. Dus in die zin. Maar dat soort actiemomenten, dat doet hij dan niet meer? Nee, hij gaat dus niet meer die actie naar buiten laten zien. Hij keert alles naar binnen. Dat is iets heel moois. Dus dat hij eigenlijk van de passie naar de emotie gaat. De emotie heb je alleen maar in de ziel. Passie is iets wat je van buiten afkrijgt. Dus de emotie is een, ja, echt een geheim wapen van de late Rembrandt. We zien mensen in contemplatie. We zien mensen in een innerlijke strijd die dus alleen maar in de ziel gebeurt. En we zien schilderijen waar ook een moment wordt gekozen na een strijd. Dus de verzoening. Dit zijn kenmerken van de late Rembrandt. Dus ik vond het heel goed. Ik las gisteren de catalogus, een paar stukken van jou, dat jij het verband legt tussen die formele kaalheid en bijna onafgemaaktheid, ja, en de inhoudelijke onafgemaaktheid, want ook daar moet je dus als kijker het invullen. Rembrandt rekent met de kijker en hij rekent ook met een kijker die dus het schilderij afmaakt. En dat, ja, maar dus in twee opzichten. Twee opzichten, ja.
Rembrandt rekent echt daarmee dat hij dus niet meer alles precies op het kleinste stukje uitschildert. Maar het wordt breder, het wordt daarmee losser en daarmee wordt het ook vrijer voor ons om het af te maken in de, ja, in de oppervlakte, maar ook in de binnenste fantasie. Ja. Dus als je niet ook het verhaal maak je af. Ja, je maakt het verhaal af. Ja, we staan voor De Badende Vrouw uit Londen van Rembrandt, 1654. Jonathan Bikker, conservator van het Rijksmuseum, geeft een voorbeeld. Je ziet alleen een vrouw met een rijk brokaat gewaad achter haar. En zij loopt een plasje in en heft haar hemd op. En dat brokaat gewaad, dat heeft ze dus uitgetrokken, hè? Dat ligt op de waterkant. Ja. Vandaar Badende Vrouw. Vandaar, ja, of niet alleen Badende Vrouw, maar vandaar dat we ook denken dat het een historisch onderwerp is. En niet alleen zomaar een Badende Vrouw. Want, wat schrijf jij in de catalogus? Nou, ik denk, het hangt hier in de zaal intimiteit. En het is een heel intiem schilderij. Zij kijkt naar het water, heeft helemaal geen idee dat wij haar bekijken. Mm-hmm. En ik denk, als je een onderwerp eraan moet koppelen, dan is het beste onderwerp Susanna en de ouderlingen. Het verhaal, bijbelverhaal Susanna en de ouderlingen, moet je even uitleggen. Nou, Susanna was een heel mooie vrouw. Getrouwd met een rijke man, die ook een rechter was. En twee andere rechters kwamen vaak bij hem thuis en bij haar thuis. En allebei die twee rechters raakten, ik wil niet zeggen verliefd op Susanne, ja. Maar ja, ze maar wel geil. Ja, geil als de pest. Ja. En, ja, en op een gegeven moment, het is een heel mooie prent van Lucas van Leiden, waar je de twee ouderlingen op de voorgrond ziet. En helemaal in de achtergrond zie je Susanne alleen met haar benen in een beek. Want die ouderlingen die begluurden haar dus terwijl ze aan het baden was. Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment gaan ze naar haar toe en ze grijpen haar aan en zeggen van, laat je ons jou verkrachten, of gaan we jou beschuldigen van overspel met een jonge minnaar. Wat gebeuren er toch verschrikkelijke dingen in het Oude Testament, hè? Ja, het zijn geweldige verhalen eigenlijk. Ja. Maar erg ook. En Rembrandt weet ze ook altijd te gebruiken. Die, ja. Ja. Ja, want oké, Rembrandt heeft dit onderwerp van Susanna en de ouderlingen in de loop van zijn carrière al vaker geschilderd. Ja, al twee keer eerder geschilderd. Dus als je zegt, deze badende vrouw is ook Susanna, maar dan door de late Rembrandt, dan is dat eigenlijk het ideale schilderij om iets te zeggen over hoe de late Rembrandt het aanpakte. Want je kunt het vergelijken met hoe de vroege Rembrandt het aanpakte. Ja, het is een schilderij van 1636 in het Maritshuis. Ook Susanna en de ouderlingen. En daar zie je, als je, je moet heel goed kijken om de ouderlingen te zien. Want die zijn echt verstopt op de achtergrond. Mm. Maar daar zie je, anders zou zij ze ook zien. Dat zou niet goed zijn. Ze ja, maar ze ziet ze al. Of ze vermoedt dat ze er zijn. Want ze kijkt ook naar ons toe. En ze reageert heel heftig. Er is iets aan de hand. Ze voelt zich bekeken. En dit is helemaal anders. Ja. Dit is, deze Susanne heeft niet door dat wij en de ouderlingen, of wij als de ouderlingen, haar begluren. Dat is een belangrijk punt, hè? Wij zijn de ouderlingen. Wij zijn die vieze gluurders geworden. Wij en ik, Jonathan. Vieze gluurders, ja. Dat was ik altijd. Ik weet niet hoe dat bij jou zat. Nee, ik begluur nooit, nee. Nee, maar dat is dus belangrijk. Dat is een andere aanpak. Het is niet meer het verhaal wat hij laat zien. Susanna die geschrokken om zich heen kijkt van ik voel me bekeken, maar ja, is Susanne die niet doorheeft. En dan kom je ook, je komt niet alleen in de rol van de ouderlingen, maar je komt ook in de rol van, als toeschouwer, in de rol van Susanne. Want die vrouw, je merkt gewoon hoe kwetsbaar dat is. Dat, weet je denkt dat je alleen bent. Ja. En in een volgende moment gaan die vieze oude mannen haar proberen te verkrachten. Maar het is heel belangrijk van hoe je inderdaad naar dat schilderij kijkt. Je ziet hier een vrouw die zich van geen kwaad bewust is. Die heel naïef bijna, een beetje in zichzelf gekeerd, daar dat water in loopt. Ja, en wij als toeschouwers, wij maken het verhaal af. En dat zie je heel vaak in de late Rembrandt. Bij de zogenaamde Joodse bruid, bij de Bathseba. Rembrandt laat met opzet dingen weg, of één figuur of meerdere figuren weg, zodat wij het verhaal
afmaken. Ja. En daarbij worden wij meer betrokken bij de voorstelling. We staan hier voor een schilderij, zelfportret van Rembrandt. Dat hangt gewoonlijk in Kenwood House, vlak buiten Londen. En hij schildert zich met zijn gereedschap. Zijn schilderstok, zijn penselen en zijn palet. En ook daarvan schildert hij alleen de suggestie. Want het zijn een paar strepen verf. Die penselen die doet hij gewoon met een paar kwaststreken. Dat palet is een heel simpel klein plankje. En dan realiseer je ook dat je in die tijd... Ja, er werden eigenlijk heel weinig kleuren gebruikt. Het is allemaal in bruin, een beetje rood, wit is het neergezet. Toch heb je het gevoel dat er geen kleur mist. En die efficiëntie met verf, die heeft hij ook met zijn gedetailleerdheid. Hij heeft een jas aan met waarschijnlijk een bondkraag. Hij heeft een hemd aan met een klein kanten randje. Nou ja, dat zie je allemaal. Terwijl hij bijna niks ervan schildert. Dat kanten randje zie je doordat hij met de achterkant van zijn kwast... heeft hij even een paar krasjes gezet. Dat zijn denk ik, nou ja, die nemen 1/10 van die hele kraag op. Maar meteen zie je de hele kraag als van kant. En je moet je voorstellen dat je als schilder zo'n vrijheid hebt in je schilderen. Dat je daar staat en bezig bent met je verf op je doek te zetten. Nou, dat doet elke schilder. Maar dan opeens je kwast omdraait. Gewoon een fysieke beweging van het omdraaien. En met de achterkant van je kwast bezig gaat. Dat is iets wat je helemaal niet kan voorstellen. Nou ja, en het mooie... Zo van Fontana die in zijn doek gaat snijden. Het is een... Je ziet het ook in die. Hij heeft een klein keppeltje op. Met een paar witte strepen is dat aangegeven. Ja, en je accepteert als toeschouwer, accepteer je meteen wat het is. Ja, en dat accepteer je dus omdat hij die paar strepen die hij zet, het zijn er maar een paar, maar hij zet ze wel precies goed. Ja. Met andere woorden, het kan wel zijn dat je op late leeftijd je van heel weinig middelen gaat bedienen, maar dan moet je die middelen wel precies goed bedienen. Ja, hetzelfde met taal. Ik denk dat je op hoge leeftijd. Dan heb je minder woorden nodig. Omdat je ook minder geremd bent in wat je zegt. Dus als wij elkaar over 30 jaar spreken, dan kunnen we het veel korter bespreken. Dit. Dan is het stilte op de radio. Oh, ja, ja, ja. Gijsbert van der Wal in gesprek met Taco Dibbets, Gregor Weber en Jonathan Bikker van het Rijksmuseum. De late Rembrandt. De tentoonstelling opent donderdag voor publiek en is daarna nog te zien tot en met 17 mei.